Welkom bij weer een nieuwe podcast aflevering. In deze aflevering gaan wij kijken naar het nijlpaard, de Afrikaanse savanneolifant, de kafferbuffel en de zuidelijke witte neushoorn. We beginnen vandaag bij het nijlpaard. Het nijlpaard is het gevaarlijkste landzoogdier ter wereld. En dan met name van Afrika. Het ziet er misschien een beetje knuffelig uit, maar het heeft een halve meter lange tanden. En dit heeft niks met ze eten te maken, want ze eten gewoon gras. En dat doen ze middernacht, in de nacht. Dan zijn er natuurlijk minder vijanden. Maar dit is dus echt absoluut geen prooidier. Ik hoop dat jij je bek nog een keer gaat opendoen, want daar zitten al je tanden in. Maar het leeft dus in Afrika, in de moerassen en ook savannes, waar water is. En tip, als jij een keer in Afrika komt, bevind je nooit tussen het nijlpaard en het water. Want dan ben je een beetje dood. Dan ga je dood. Het mannetje is de dominante van een groep. Dus die is de baas. Dan gaan we door. Daar zijn we dan weer met de Afrikaanse savanneolifant. Zoals de naam al zegt, komt het dier alleen voor in Afrika. En zoals je ook ziet, de mannetjes zijn een stuk groter dan de vrouwtjes. Maar het grappige is, de vrouwtjes zijn hier de baas. En dan het oudste vrouwtje, om precies te zijn, die kent alle herinneren, die weet alles nog. Dus en dat noemen ze ook wel een matriarch. En ze voeden zich met fruit, planten, dat soort dingen. En ze hebben een slurf, dat kunnen jullie waarschijnlijk ook wel zien. En die is zo sterk dat ze een boomstam kunnen optillen, maar ook zo gevoelig dat ze een besje kunnen optillen. En dit heeft dan weer heel erg veel invloed op wat ze eten. En ze zijn natuurlijk gigantisch. Ze kunnen wel 4 meter lang worden. Dus hier wil je ook zeker geen ruzie mee hebben. Dan zijn we weer bij de witte neushoorn aangekomen. Dit is de grootste neushoorn uit de familie neushoorns. Hij heeft een neef, de noordelijke witte neushoorn. En die is uitgestorven in het wild, helaas. Maar deze worden nog gefokt in dierentuinen. Dus deze kan je ook nog in dierentuinen vinden. Ook nog even leuk, je kan ze in heel veel dierentuinen in Nederland spotten. Burgerzoo, Gaia Zoo en Beekse Bergen. Dus wil je ze een keer zien, dan kan je ze daar doen. Oh, die achter is zich lekker aan het aanstellen. Maar ze hebben een brede lip. En het is lang een verhaal waarom ze zo'n brede lip hebben. En waarom ze een witte neus van hebben. Want de Engelsen kwamen een keer aan in Afrika. En toen zagen ze een neushoorn. En toen vroegen ze aan de Afrikanen, hoe heet het ding? En toen zeiden ze, breedlip neushoorn. Want dat is een echte naam. Maar dat in het Afrikaans. Toen zeiden ze het woordje breed. En dat betekent wheat. Wheat. Maar ze dachten dus dat het white was. Dus toen zeiden ze witte neushoorn. En toen dachten ze bij zwarte neushoorn. Zwarte neushoorn, we doen het lekker tegenovergestelde. Dus daarom heet hij de witte neushoorn. Zijn huid is heel gevoelig. En daarom zit ze heel vaak in de modder. En dan gaan we door naar de laatste. Er zijn weer met de kafferbuffel. De kafferbuffel is een grote koe-achtige. Waar je trouwens ook helemaal geen ruzie mee wil hebben. Ook deze houdt heel erg van een modderbad. Zij leven op de Afrikaanse savanne. Met onder andere deze jongens hiervoor. En de mannetjes hebben grotere hoorns dan de vrouwtjes. En die vechten ook om met de vrouwtjes te paren.
En deze hoorns kunnen wel een breedte van 1,5 meter lang hebben. En het zijn echt chagrijnige dieren. Ze kunnen niet zo heel goed zien, maar wel heel goed horen. Dus daarom, als je denkt van, ah, ik kan toch niet goed horen, ik kan lekker dichtbij je komen. Mooi niet. Dit was de podcast voor nu. Vond je hem leuk? Abonneer dan even op het kanaal. En dan zie ik je volgende keer.